in het Kiepenest nummer 16. En daar bevindt zich de Vrijdagkeuken. En dat is ook bijna in de wijk Vathorst. Dat ligt aan de zijkant van de boulevard. En we gaan dus even aanbellen, want als het goed is hier de Vrijdagkeuken. Daar zijn we erg benieuwd naar. Nou, eens kijken of er mensen zijn. Hey, goedenavond. Goeiedag. Hallo, wie hebben we hier? Dit is de Vrijdagkeuken. Welkom, kom binnen, want het is vrijdag vandaag. Juist, en ik zie Ineke staan. Ja, ik ben Ineke Miara en ik zorg voor vandaag voor de zon. Nou, in de keuken. Ik ben benieuwd. Ja, vandaag hebben we tapas op het menu staan. Okay. Het hele wijkje. En wat zijn tapas? Vertel eens wat meer over. Nou, dat zijn kleine gerechtjes. Kun je er wat van laten zien? Ja, ik ga er even wat van laten zien. Okay. Deze moet nog afgemaakt worden, ja. Maar dit is het hoekveentje. Het hoekveentje. De mensen die dit eten, dus ik zet deze even aan de kant. Ja. De mensen die dit eten komen allemaal terug. Okay. Die zijn echt, er zijn mensen die bestellen hem gewoon 2 of 3 keer erbij. En dit is een 1-persoons, ja? Maar ik heb ze ook groter en dan zijn ze 2-persoons. En wat zit er in het hoekveentje? In het hoekveentje zit kip met amandelen. Kip met amandelen. En dat klinkt heel gewoon. Ja? Maar het is echt een hele bijzondere combinatie. Ik zeg, het lijkt op een sprookje als je het eet. Okay. Als je ogen dicht zou doen, dan zou je denken, ik zit in een sprookje van 1001 nacht. Daar vind ik echt hier naar smaak. Het is heel erg leuk om te koken. En ik hou met name van de Noord-Afrikaanse keuken. Ja. Maar ik hou ook van India's, ik hou ook van Nederlands. Ja. En ja, op een gegeven moment dan heb je wel eens iemand te eten. En dan zeggen ze, goh, zou je het niet eens voor me kunnen maken? Je zou het moeten verkopen. Nou, en toen dacht ik, nou, laat ik het gewoon eens proberen. Ja. Ik doe het gewoon netjes, ik meld me aan. Ik zeg, schrijf me in met de Kamer van Koophandel. Ik ga het gewoon doen. Ik hoef er niet rijk mee te worden. Maar ik wil er heel veel plezier aan hebben. En dat gebeurde. En dat gebeurt. Ik heb er echt heel erg veel plezier in. Ja. Want wat ligt daarnaast? Want daar ligt nou, dat is eigenlijk, ja, dan moeten we even, dat is echt een heel nieuw iets. Ja. En dat is een, heb ik gisteren bedacht, een merguez in een jasje. Die staat vol. Dat is een worstje, hè? Ja, dat is een worstje. Ja. Maar het is niet een worstje wat wij in Nederland in de supermarkt of bij de gewone slager halen. Het is echt een mediterranee worstje. En dat doe ik in een jasje. En nou, we hebben gisteravond geproefd. Ik had een schaal vol. Ik beloofde iedereen vandaag dat ze mochten proeven. Maar we hebben de schaal met de buren helemaal leeg gegeten. Dus het was een bijzonder worstje. Ja. Dat is het enige nadeel van de Vrijdagkeuken, dat bijna wel wat moeilijker is geworden voor mezelf. Oké, nou, dus de mensen weten jou te vinden en dan gaan ze bestellen. Ja. En wat jij dan die vrijdag maakt, dat zet jij ergens op Facebook? Ik heb een eigen site, www.devrijdagkeuken.nl. Okay. Daar staat gewoon een menu voor de komende maand of voor de komende weken. Dan kan je gewoon kijken, hey, lus ik dat? Dan zie je allemaal plaatjes, hoe het eruit ziet. En dan kan je via een contactformulier kan je gewoon reserveren. Maar ik zit ook op Twitter en Facebook. Sommige mensen doen het via een boodschap op Facebook. Sommige mensen doen het via Twitter. Als het me maar bereikt, schrijf ik het op. Neem ik contact op en nou, dan komt het gewoon goed. Ja, en dan heb je de hele dag gekookt. Dan heb je een koelkast vol, hè? Ja. En wat krijgen mensen nog meer? Nou, mensen krijgen de dompels. Je wil mijn koelkast zien. Ja, eigenlijk wel. Ik ben er nu, dus dan willen we alles zien ook. Je wil de koelkast zien? Nou, dit is de koelkast. Kijk, je ziet al een voetbalplaatje staan, maar dat moet maar even niet... Kijk, nou, dit is dus... dit zijn alle hoekveentjes. Dit is die kip met olijven. Ja. Dit is dompels. Dat is rundvlees met pruimen. In dit kleine keukentje. In dit kleine keukentje. Nou, moet ik wel zeggen, zeg je wel dit kleine keukentje? Ja. Maar eigenlijk de meeste mensen zeggen tegen mij, wat heb je in een grote keuken? Ja. Dus eigenlijk denk ik, hey, kleine keukentje, ik ben juist zo blij met mijn grote keuken. Ja, nou ja, je ziet sommige van die koks en die maken me toch een partij rotzooi en dan hebben ze altijd ruimte tekort. Maar jij kan het hier allemaal op doen, dus dat is knap. Je ziet het, hè, hoe geordend de zaken hier zijn. Ja. Hey, wat een leuk initiatief. Ja, ik vind het ook heel erg leuk om te doen. Dus ik zou zeggen... Ik ga proeven. Jij gaat proeven en als andere mensen denken van goh, nu ben ik nieuwsgierig geworden, kijk eens op mijn site. Ja. Elke week is het weer een verrassing. Volgende week heb ik ook zo'n ontzettend lekker menu. Ik kook ook alleen maar wat ik zelf lekker vind. Dat is denk ik wel het beste. Dat is wel het beste. Dat is het... Mooi devies. Mooi devies. Ja. Dus ja, dus dat is het eigenlijk. Nou Ineke, heel erg bedankt dat je ons hebt willen ontvangen. En ja, het water zit in mijn mond. Dus nou ja, dat komt goed uit. Ik ga aan de gang. Dan gaan we gelijk voor zorgen dat jij wat te eten krijgt. Hey, bedankt. Hey, dankjewel hè, dat je er was. Graag gedaan. Oké, doeg.